Dus je rijdt onder jezelf, hoor. Roeien is niet een sport die al in deze regio van jongs af aan heel wordt beoefend. Dus de meeste mensen waar wij vertrouwd mee zijn, die komen op wat latere leeftijd en stappen in de boot. Hoeveel leden heeft Amicus? Oh, ik schat zo 140, 150. Nou, we hebben haast 75 roeiplekken. En dat is verdeeld over zo'n, 50 boten. Op zich zijn dit hele, voor het roeien eigenlijk prima oevers. Aangezien de golven heel snel uitdempen. Het is alleen vervelend als je er tegenaan roeit. Vroeger hadden we alleen maar riet. Dus als mensen dan bijvoorbeeld hier qua oefening omgingen, konden ze via het riet gewoon instappen. Dat durf ik ze nu niet te laten doen, want ja, je breekt ook bijna je been op die keien. Dus dat is niet zo prettig. En voor de boot is het helemaal niet fijn natuurlijk. Er zijn enkele privéboten, dat zijn dan skiffs, waar je in je eentje in zit. En dat zijn meestal mensen die ook in het verleden wedstrijd geroeid hebben. En nu een aantal ook nog graag presenteren op wedstrijden. En daarmee inderdaad met een privéskiff is het iets makkelijker. Want er zitten niet anderen aan de afstelling. Dus bij het roeien kijkt het heel nauw. Net zoals een wielrenner zijn racefiets heel goed prepareert, is het ook voor een roeier dat hij op zijn postuur de boot is afgesteld. En kijk eens even kijken. En dit vreemde instrumentje is een spiegeltje. En een spiegeltje heeft twee functies. Als jij aan het roeien bent, dan ga je de verkeerde kant op. Je kijkt altijd in de richting waar je vandaan komt. En waar je heen gaat, dan zie je niks. Tenzij je heel goed kan omkijken. Nou, het omkijken, dat, toen ik iedereen wat jonger was, hè, dan lukte dat met gemak. En als je wat ouder raakt, dan word je stijf. Moeilijk. En we hebben hier werkzaamheden aan het kanaal. En die werkzaamheden aan het kanaal, die zijn toch, de ene keer ligt de boei hier en dan ligt het werkschip daar. Toen heeft de vereniging gezegd, jongens, iedereen mag wel varen, maar met spiegel. Daar hebben we nu één hele goede jongen, die is ontwikkelt zich heel goed. Dat is Floris Posma. En die is dit weekend ook in Amsterdam, want doet hij mee aan de wedstrijd op de Bosbaan. En we hebben heel veel veteranen die aan wedstrijden meedoen. En dat zijn ongeveer 3 damesploegen. En 1 heren, 8, die ook afgelopen voorjaar ook al goed geroeid heeft. Zelfs gewonnen heeft op de Amstel.